Yo, vriendjes en vriendinnetjes, welkom terug bij Daddy Cool. En vandaag gaan wij God Mode creëren, oftewel God worden in GTA Online. En wat moeten we daarvoor doen? Daarvoor hebben wij een high-end apartment nodig in de Eclipse, apartment nummer 3. Die moet je hebben. En daar moet ook je laatste spawn location staan. De spawn location in de appartement nummer 3 van de Eclipse. Vervolgens vertrek je uit de garage van datzelfde appartement. Rij je even naar buiten. En vervolgens keer je terug naar de garage. Terwijl we in de loading screen zijn van de garage, dit filmpje, gaan we naar start, online, find new session of join friends. Eén van die twee. Join friends of find new session. Ik kies voor join friends, want ja, het is toch wel gezelliger met je vrienden om je heen, is het niet? Oké, even doorladen tot we weer terug zijn. Ja, hier komen we aan. Vervolgens kom je aan in je appartement. Dit is hem. Je komt in je appartement. En hoe weten we nou of de glitch gewerkt heeft? Dan gaan we naar de deur en kijken of we naar buiten kunnen lopen. En je ziet het. Hij geeft niet de optie om naar buiten te gaan of naar je garage. We weten dat hij gewerkt heeft. Yo, hij is gelukt jongens. Ja. Oké, nou, volgende stap. We gaan onszelf killen. Kill yourself. Dat gaan we doen voor 500 GTA dollars. Gaan we even een klein pilletje nemen. Bang. Jammer joh. Daar gaan we. En vervolgens spawnen we buiten op straat. Ja, daar zijn we. Buiten op straat. In God mode. En hoe weten we dat nou? Ha, je moet kijken hier. De hele Eclipse Towers. Helemaal weg. Gezoef. Over de map af. Helemaal weg. Dat is leuk jongens. Dit ziet er echt heel gek uit. Nou, en nu de grote vraag. Werkt de glitch ook? Kunnen vriendjes mij beschieten? Ik heb er een paar opgeroepen. Kijk, hier is er al eentje. Ja, mijn vriendjes zijn altijd blij hoor. Die willen me maar al te graag doodschieten. Ja, kijk, er komen de eerste kogels. Hé, hey, jammer joh. Doe er nog een paar bij. Yo, lekker schieten. Lekker schieten op Daddy Cool, kan je wel. Ik kan geen wapens trekken. Jullie wel. Hey. Ja, lekker schieten. Lekker schieten op Daddy Cool, jongens. Dat vinden jullie toch zo leuk. Nou ja. Hey, special thanks to Mohammed. We hebben special thanks to Robin met dubbel B. Moest ik erbij zeggen. Robin met dubbel B. Bas met een enkele B. Maar ja, hoe anders. En Indra. Dank jullie wel, vrienden. Jullie worden bedankt dat jullie mij zo fantastisch hebben proberen neer te schieten. Want weet jullie echt, mijn hele shirt jongens zit onder de bloed. Ach jongens, houd erop. Houd erop met die kogels. Hé, je mag er een schijn van kans. Daddy Cool is onoverwinnelijk. Daddy Cool is God in GTA Online. Ja. Oké, lekker schieten. Ja jongens. Nou, wat gaan we nu proberen? Ik ga je ook laten zien dat je een auto kan rijden. Maar wat is het gekke met deze glitch? Je kan niet remmen. Je kan wel gas geven. Dus R2 werkt wel. Maar L2 werkt niet. En dat was even een beetje raar in het begin. Oké. Nou. Blijkbaar staan we stil. Het volgende gekke, en dat hadden jullie misschien al een klein beetje gezien, is dat je de politie niet op je schiet. Kijk, meneer agent is wel boos, want ik heb een ster. Maar hij durft niet te schieten. De eens die wel schieten, ja, dat zijn mijn vrienden. Kijk dan, wat voor vrienden ik heb. Oh, ja, goede vrienden, Daddy Cool. Hey. Ja, maar wat dat gekke nou is, je ziet mijn vrienden niet. Ze zijn er wel en ze schieten ook op me. Maar je ziet ze niet. Misschien iets zwaars. Misschien in plaats van kogels, een paar raketten. Ja, kom op jongens, schiet maar lekker op Daddy Cool. Doe maar, het is jullie feest. Kom maar op. Schieten, schieten. Oh, ja. Nou, dat maar bijna te pakken, jongens. Nou, doe er nog eentje vol bovenop. Kunnen jullie iets verrotten? Haha, ja. Hé? Daddy Cool is nog steeds niet dood, hoor. Nee. Nou, misschien een machinegeweer. Ja, probeer dat maar. Schieten, we schieten. Lekker met je machinegeweer. Jammer, jongens. Jammer. Ha! Shirt helemaal rood. Bah! Nee, ik moet echt even naar de stomerij straks, hoor. Jongens. Jullie zijn zeker trots op jezelf, hè? Zo schiet op Daddy Cool. Ach, goed durf je er wel niet. Maar goed, jullie zien het, het werkt. Ik ga dit de laatste. Ik laat me nog één keer exploderen. Dan komt hij aan. Kabang! Wow, dubbele salto eruit. Woehoe! Nou, ik geloof wel dat jullie het snappen. Ik zeg Daddy Cool, signing out.
Till next time. Ciao.